Adventure van Charlie's Angel Tarot op YouTube en Buddy Advies op Facebook. En dit is jullie lezing voor september. De lezingen over het algemeen zijn fantastisch, echt. Ze brengen echt een bericht door. Al is het voor je levensles. En dat is wat ik ook bedoel. Het is eigenlijk, ik doe deze lezingen om jullie te stimuleren of te motiveren om te na te denken met beslissingen of keuzes. Want jij bent degene die beslist en zo sta je ook in je kracht. Oké, van een actie komt een reactie, van een reactie komt een actie. Zo, denk goed na, je krijgt heel veel informatie. Je kan altijd terugkomen en nog een keer kijken. Misschien aan het eind van de week. En dan weet je weer, oh ja, dat is niet gebeurd, dat is wel gebeurd. Daar heb ik een beslissing over gemaakt. Dat is ook zo. Zo, neem het als, zoals het komt. Als het niet resoneert, deze lezing met je, probeer dan te kijken naar de video van je ascendenten of je maanteken. Zo, als je nieuw bent, welkom en word alsjeblieft lid van dit kanaal, Charlie's Angel Tarot. En klik op de bel, dan word je genotificeerd wanneer er nieuwe dingen gebeuren, zoals nieuwe video's of een live sessie. En in de live sessie kan je een specifieke vraag vragen en dan zal ik die beantwoorden met een kleine lezing als er een donatie gegeven wordt. Dat noemen ze een superchat. En anders, als je in de theekamer bent, dat is de live sessie, dan krijg je gewoon een gratis kaartje. En meestal, als je geduld hebt en mee blijft kijken, wel 2 of 3. We hebben ook heel veel lol in de theekamer. Kom kijken, kom het ervaren en doe mee. Het is wel tweetalig, zoals je geen Engels kan. Laat dan even weten dat je een Nederlandse bent, want de chat kan heel erg vlug gaan. En als ik je per ongeluk oversla, kom dan terug in de chat en dan krijg je alsnog je kaartje. De Nederlandse video's die zijn maandelijks, maar elke dag ga ik ook of ik ga live of ik maak een video met de dagelijkse kaart. En die doe ik ook in Nederlands en Engels. Maar de wekelijkse video's die zijn volledig in Engels, maar daar kan je de ondertiteling aanzetten en er is ook een video die uitlegt hoe je dat kan doen of moet doen. Wil je niet genotificeerd worden, klik dan niet op de bel, maar word wel lid, want dan slaat hij het kanaal op in je bibliotheek en dan is het makkelijker om het kanaal weer terug te vinden. Ik heb hier de tarotkaarten. Week 1, week 2, week 3, week 4 en een katalytische kaart of een themakaart, zoals sommigen het noemen. Hetzelfde met de Lenormand kaarten en we hebben de dromen van de engelen, dan een dierorakelkaart, de romans van de engelenkaart en praten met de hemel. Daar ga ik uitgebreid op in. Het zijn hele mooie kaarten. Het zal waarschijnlijk niet voor de meeste van jullie resoneren, maar er is altijd een les uit te trekken of een mening. Oké. Je kan natuurlijk ook de ondertiteling aanzetten. Ken je iemand die hardhorend is of doof? Zet dan de ondertiteling voor hun aan of laat ze het weten hoe ze dat ook aan kunnen zetten. Oké, hier gaan we met de lezing. Geniet en tot zo. Oké, want ik praat ook altijd aan het eind van de video voor degene die altijd hier zijn. En ik ben mijn trouwe volgers dankbaar dat ze blijven volgen en dat ze het leuk vinden. Laat je reactie hier beneden achter. Oh ja, en als je een uitgebreide lezing wilt hebben, kijk dan even onder de video in de omschrijvingsvakje. Daar staat de e-mail charliesangeltarot@gmail.com. In de eerste week hebben jullie de zegenwagen. De zegenwagen betekent victory. Je bent de held of de heldin. Je krijgt erkenning van mensen om je heen.
Dit kan zijn dat je misschien iets gedaan hebt, je hebt iets gewonnen en je hebt erkenning van je baas, zo je krijgt een promotie. Je gaat naar voren, want je rijdt al naar voren. Misschien ga je verhuizen of ga je op vakantie, maar je bent de kampioen. In de tweede week is het zo dat misschien iemand genieperig is en die is ineens weg en die heeft iets van je meegenomen, informatie of iets dergelijks. Maar dat is de zeven van zwaarden. In de zwaarden staan voor wijsheid, communicatie en gerechtigheid. Zo, hier zie je dat hij heeft iets gepikt en hij heeft het meegenomen. En hij is, hoe noem je dat? Stiekem weggegaan. Sorry, ik kon het Nederlands niet vinden. Hij is stiekem vertrokken. Misschien heeft iemand op werk iets meegenomen van je informatie, zoals ik al zei. En is er vandoor gegaan en niemand weet waar die is of zij en waarom ze weg zijn. Zo, het kan ook jou zijn dat jij stiekem ergens weggaat en je neemt iets mee wat niet van jou is. Maar ik denk dat het iemand anders is, want je bent de kampioen hier. Zo, waarom zou je dan stiekem zijn? In ieder geval, dat is een mogelijkheid. Oké? Okay? De bericht hier, of de message, ja, het bericht, het nieuws hier is: kijk uit in de tweede week dat jouw informatie of iets van jou niet afgepakt kan worden door iemand anders. Dan hebben we de zeven van pentakels. Wat je zaait, zal je ook oosten. Maar onthoud dat het neemt tijd om te groeien. Kijk, hier probeert ze het uit of de vrucht al rijp is. Dan moet je denken aan een appel, maar hier wordt het uitgedeeld in munten. Zo, is de vrucht, de appel, al rijp? En dan raakt ze het aan om te kijken of het geoost kan worden. Het neemt tijd. Als je iets zaait, dan heeft het ook tijd nodig om te groeien. Ook met investeren natuurlijk. Dan aan het eind van de maand, de vierde week, heb je de negen van bekers. Oeh, ja, dan moet ik gelijk denken aan feesten. Maar ja, dat heb ik niet in de Engelse gezegd, maar misschien ga je wel inderdaad feest vieren. Want dit is een wenskaart of een doelkaart. Je wens komt waar of je doel komt waar. Je zit even te wachten totdat het rijp is om te oosten. Oké? Okay? Het kan zijn een promotie, het kan zijn je eigen zaak, een nieuwe liefde. En al de tekens die zijn hier, zoals de zwaarden, de water, de bekers, de munten. En het vuur is er niet. Oké. Okay. Zo, het kan zijn dat je een nieuwe liefde krijgt, een tweeling, een weegschaal, een waterman of een maagd, steenbok of stier of een kreeft, een schorpioen of een vis. Als je misschien wel, dit is het algemene lezing, zo, dan zou ik zeggen, je wens komt waar en je doel komt waar. En misschien kan je een relatie aangaan. Dat is misschien je wens om een nieuw begin te hebben met iemand anders. En dat kan van een van deze drie tekens zijn. Je hebt een heel veel nieuwe beginnen, want hier heb je ook weer het nieuwe begin. Dit is oordeel. En oordeel betekent een nieuw begin. Want de mensen die overleden zijn, die worden leven ingeblazen door de aartsengel Gabriël. Dan gaan we naar de maan. In de eerste week van de maand hebben we de maan. Iets is niet helemaal zeker. Zoals ik al zei hier, iemand is stiekem weggegaan en dat wist je niet. En je weet ook de reden niet. Zo, misschien moet je al in het eerste week, misschien heb je dat gevoel al, luister naar je intuïtie. Je intuïtie en je spiritualiteit en geloof kan verhoogd zijn, ook je emoties dus. Geloof,
Geloof hoeft niet in de kerk te zijn, maar geloof in dingen. Je gelooft iemand. Nou, je kon, misschien dacht je van, nou ja, ik kan dit patroon, dit persoon geloven. Nee, dat heb je niet kunnen doen. Maar je hebt de donkere kant van de maan. Zo, als je wilt weten waarom die weggegaan is, dan heb je meer informatie nodig en dan moet je wat speurwerk doen. Maar luister naar je intuïtie. Je staat in de schijnwerpers en je hebt erkenning, want de maan, de zon en de ster vind ik schijnwerpers, want die geven je licht op je pad. Je bent op dit moment, schijnt de maan licht op je pad. Je bent op het goede pad. Luister naar je intuïtie. Als het niet goed is, luister ernaar, dan is het verkeerd. Voelt het wel goed, dan is het oké. En ga dan door. Ik denk dat je wel weet wat je doet, want je bent wel de kampioen, je bent de winnaar. Misschien was er iemand jaloers omdat je de beer hebt in de tweede week. En de beer betekent dat je je mannetje kan staan, geluk aan je kant, maar dat iemand jaloers is van jouw succes en jouw geluk. Misschien krijg je hulp van een instantie of een club of een vereniging. Want we hebben de ijskathedraal of toren hier achter de beer. En dat betekent instanties. Het kan ook zijn bijvoorbeeld van een kerk. Omdat we de maan hier hebben en geloof. Oké. Elke lezing neem ik helemaal anders en apart. Zo, ik zou ook zeggen, ga even kijken naar de Engelse video en zet de Nederlandse ondertiteling aan als je geen Engels kan praten. Want er komen andere berichten hiervan. Het lijkt heel veel op de Engelse, maar er komen nog meer berichten hieruit. Nou, dat ik het weer een tweede keer doe, is het heel anders. Zo, luister naar je gevoel. Heb je hulp nodig van een instantie, dan neem die hulp aan. Vraag voor hulp. Het geluk staat je bij. Oké? Is jouw wens dat je een kind wilt hebben, dan is de mogelijkheid daar in de derde week. Want dat is de kaart van de Lenneman, het kind. Misschien ben je te serieus en moet je meer speels zijn. Kinderen zijn speels en leren ook op een speelse manier. Misschien moet jij minder serieus zijn en een nieuwe studie aangaan of een workshop. Een workshop is ook leren in een speelse manier of een echte studie, want hier zie je het boek. Misschien ga je in de derde week van september een nieuwe studie beginnen. Dat is ook een instantie. Zo. Er is iets met een grote groep mensen of een traditionele iets in de maand voor, of september voor jullie. Wil je geen kind hebben, dan is een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zo neem dan de bescherming die je nodig hebt als je niet in verwachting wilt raken. Misschien hoor je ook over een geboorte, maar het kind betekent ook een nieuw begin. Kijk eens aan, nieuw begin, nieuw begin, nieuw begin. En het geluk staat je bij. Dit is een kaart van geluk, dit is een kaart van geluk en ook de klavers. Pardon. De katalytische kaart voor de hele maand van september, voor de Lenneman of voor deze lezing, is de tuin. En de tuin betekent feestjes. Ja, misschien omdat je uitvindt dat je geaccepteerd wordt bij een school of een universiteit, dat je toegelaten wordt. Misschien ga je feest vieren voor dat, of misschien omdat je uitvindt dat je zwanger bent, of dat je een nieuwe baan hebt. Zo, dat is wat de tuin betekent. Feestjes, bijeenkomsten, presentaties, reunie met familie en vrienden of misschien komt iemand terug uit het verleden. Een reunie betekent
bij elkaar komen en je ziet elkaar weer na een lange tijd niet gezien te hebben. Zo kan ook zijn dat er iemand uit het verleden terugkomt. Dan hebben we hier ook een hele mooie kaart en dat is de Engelen Dromenkaart en dat is de dolfijn. En de dolfijn betekent cosmic, het kosmische consciousness, bewustzijn, het kosmische bewustzijn, ademen en dan sacred geometry. En geometry is net zoals de driehoek en de halve tekens. So, deze kaart wil zeggen, let op je adem, oefen je adem. Spreek je wensen, je dromen, je geheimen uit aan een vriend of een vriendin. Je kan bijvoorbeeld ook tekenen en verven doen en daar met een tekens van een driehoek om te ontspannen. Geniet van je leven, mediteer meer en gebruik ook die ademingsoefeningen daar. Want deuren gaan voor je open. Zoals ik al zei, een nieuw begin. Je wens komt waar. Het geluk staat je bij. Oké? Manifesteer ook. En dat is wat sacred geometry ook betekent, want dat is een onderdeel van de vormen. Dan hebben we de flamingo spirit. Omarm de tussen nu en dan. En dat is net zo, dan moet ik weer denken aan schip en wal. Zo, omarm de tussenspatie. In andere woorden ook, er is heel veel meer tussen hemel en aarde. Wees daar wel van bewust. En dan van de liefdeskaarten, romanskaarten. En ik vind toch dat je deze ook algemeen kan gebruiken, niet alleen maar in relaties, maar ook in het algemeen. Separation. Hoe noem je dat nou? Separation. Scheiding. Niet een echte scheiding zoals scheiding als je getrouwd bent, maar je bent weg of iemand gaat weg voor een korte tijd of een korte periode. Dat kan zijn op een zakenreis of op een vakantie. Het staat geschreven en gedrukt, laat het maar in het Nederlands zeggen, dat in de toekomst, de dichtstbijzijnde toekomst, zal je even uit elkaar zijn. Of gescheiden zijn van elkaar. En dan de praten tegen met de hemel. Ik ben sorry. Alsjeblieft vergeef me. Als je de betere uitleg wilt hebben, dan zou ik zeggen, kijk even naar de Engelse video, want met de ondertiteling en dan omdat ik het daar voorlees. Maar ik zal het zo goed mogelijk vertalen als ik kan in het Nederlands. As you are reading these words, so am I, because I am right beside you at this moment. Nu lees je deze woorden. Of als je deze woorden nu leest, dan lees ik ze ook, omdat ik naast je sta, op dit moment. Ik respecteer wel je privacy en je vrije wil van keuzes. Oh, dit is de verkeerde, sorry jongens. Maar, wacht even. Sorry, ik moet het even, vergeet dat maar. Het is niet, I'm sorry, please forgive me. Ik ben sorry, vergeef me. Nou dat ik hier ben, dat is in de hemel, heb ik nu kans gehad om mijn leven weer te herzien. Ik begrijp nu mijn acties en wat voor effect het heeft op jou gehad. Ik wil mijn excuses aanbieden.
voor allebei onze zielen, zodat ze ook door kunnen gaan in het leven naar voren. Dat ze ook naar voren gaan. Ik hoop dat je kan begrijpen dat als één van ons eraan vast blijft zitten met het schuldgevoel en verdriet en verwijten, dan stagneert dat onze groei, speciaal de spirituele groei. Maar weet dit wel, dat ik elk moment geprobeerd heb om mijn best te doen. Ik wil nu eindelijk toegeven dat ik eigenlijk bang was voor wie ik was en wat ik was. En ik moest altijd, of ik had het gevoel dat ik altijd sterk moest staan. Maar onder al die kracht of uiting was ik ontiegelijk bang. Alles, zelfs het leven. Ik heb mijn angsten en mijn hart gesloten, zo ik kon geen emoties voelen. En nou doet het mij pijn. En niet zo'n klein beetje ook. Ik beloof dat ik geleerd heb van deze verkeerde acties. En ik vergeef jou. En ik hoop dat jij mij vergeeft en dat jij ook compassie hebt voor jezelf. Ik vraag je alsjeblieft, heb dat ook voor jezelf en vergeef mij. Dat is wat de kaart betekent. En dan krijg ik weer het gevoel, of dan komt er iets naar boven bij mij, zeg sorry voordat het te laat is. Je hoeft niet dood te gaan of te overlijden, maar je kan ook iets doen en dan kan je verhuizen en dan zie je dat persoon nooit meer. Zo zeg sorry zo gauw mogelijk en waarom? Wacht niet mee, oké? Beter laat dan nooit, dat is ook weer iets wat ik doorkrijg. Zeg sorry, oké? En dat is de les van deze kaart. Zeg sorry voordat het te laat is. En zeg wat je meent en meen wat je zegt. Zo, dat betekent ook denk even na. Zodat je een andere niet kan pijn doen. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden. Ik hoop dat het resoneert. En ik hoop je kennis te maken of je te zien in de theekamer. Hou je taai, geniet van september. En geef me de duimpjes op. Laat YouTube weten dat dit een fantastisch kanaal is, zodat ook meerdere mensen het kunnen vinden. Want met die duimpjes op blijven we bovenaan de lijst en makkelijker te vinden. Ik hoop je te zien zoals ik zei. Wees gezegend en geniet van september. En deel de video met familie en vrienden. Dankjewel. Ciao, ciao.